Yo guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag sta ik hier in een grasveld. Ik sta hier in een heel mooi grasveld. Oh, ik zoom in. Nee, vandaag zijn we namelijk in Engeland en we zijn bij het festival genaamd Greenfields. We zijn samen mee met de Bassjackers. Jazeker. En vanavond gaan we dus lekker genieten en we gaan lekker gewoon feesten. Het is hier echt niet normaal. Er zijn hier meerdere podia's. Ik geniet hier samen met Timo. Met Jan daar achterin, de klerenlaaier. Met Linda en natuurlijk met Miranda. En hierachter zie je echt een fucking groot podium trouwens. Niet normaal, maar het is zo groot. Dit is hier al groot. Het podium heeft gewoon een greenscreen. Maar... Gewoon een greenscreen op een podium. Nee, maar het is super ziek. Het is hier heel groot, dus het is een kleine kermis. En wat zeg, het is niet normaal jongens. Ik laat je een klein stukje zien. We hebben hier gewoon een haal. En daarachter gaat nog helemaal. Wat doe jij? Wat? Nee, maar het is super groot. We gaan even lekker gewoon even langs wat allemaal te beleven valt. En dan gaan we lekker hard, jongens. Let's fucking go. Super, super ziek. Daar volgens mij. Waar zijn we? Waar de fuck zijn we? Zoek het, Timo. Waar? Hier is de kermis. Ja? Waar zijn we nou? Ik heb totaal geen richting gevoel waar die mannen nou zitten. Oké, luister, kijk. Jij wel dan? Nee. Dat er is daar. Is dit waar we nu? Dit is een val. Hier met de val. Oh, ja. Je hebt oh, ik kom hier voor de eerste keer. Toch, Jan? Ik snap er niks van. Ja, sorry. Kijk, luister, wij staan hier. We moeten hier. Ja, en wat? We zijn nu hier en we willen dus een knipje. Je bent nu al naar de kant. Helemaal niet. Nee, ik heb niks op. Nee, helemaal niks. Ik heb kip op. Waar gaan we? Waar gaan we? De kermis. Kermis. Ik bedoel met de klote. Hè, wat? Nee. Waar gaan we? Muziek. Fuck. Ik heb elke knop met fucking. Ja, daarom. We gaan in ieder geval naar de kermis toe. Gaan even lekker genieten. Dan zie je wat we gaan doen. Ik heb volgens mij iets aan voet. Schijnt irritant. Maar ja, we gaan even lekker naar de kermis toe. Even kijken wat daar is. We gaan even lekker het hele ding rond. Let's go. Oké, luister. Ik ga altijd. Ik mis dit altijd. Wat zeg je? Nee, joh. Ik mis dit altijd. En er staat hier eentje. Heb ik ponden nodig? Wat is dit, man? Shit, ik heb een ponden, waar moet ik inwisselen? Zullen we maar niet even laten zien hoe jij mis hebt geslagen? Ja, je hebt een kut, sorry. Kijk, het is 2 pond, ouwe. Oh, wacht. 2 pond. Beetje jammer dit, Greenfields. In Engeland. Shit, sorry. Jullie hebben net een voorproefje kunnen zien van wat er nog allemaal gaat komen. Wij gaan straks namelijk met Bassjacker gaan wij achter de schermen kijken. En dat is fucking ziek. Dus er komen hele gave beelden aan. Dat was gewoon een voorproefje. We hebben nog lang niet alles gezien. Dat is echt, echt heel erg dope. Dus we gaan nu even terug. Gaan we volgens mij naar het podium toe. Dan komen er hele gave dingetjes aan. Super gaaf, hè Timo? Ik heb er heel veel zin in. Ik vond dit al fucking. Het was Knife Party, joh. Ja, joh. Wat jullie net hebben gezien was Knife Party. Je blokte me op Facebook. Ja, daarvan ken ik ze een beetje. Ik ken ze niet heel goed. Ik ken ze ook van Bonfire, ja. Daar ken ik ze dan ook weer van. Maar ik ken ze dus niet heel erg goed. Maar het zag er wel echt super dope uit. En we liepen net weg. Was groot, ja, het podium. Volgens mij is dat een van de main stages.
Eén van de. Ja, volgens mij is dat. Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wel. Maar de confetti wel eens zeggen. Ja, we liepen dus net weg. En opeens schoot ze confetti. Dus dat was heel erg irritant. Yes. Maar, dus ja, dus dat. Onze artist-bandjes. We zijn artist. We weten nog niet waarom we artist zijn. Oh, een car, een auto. Maar ja, dus dat gaan we lekker doen. Dus hey, ik zie jullie. Yo. We zijn net afgezet bij het podium waar we dus eventjes achter gaan kijken. Het wordt echt super ziek hoor. Heel fucking grappige manier geven we aan het midden. Heel erg geniaal. Top, top chauffeur. Alle net fucking geniaal. En we gaan er lekker van genieten. En dan gaat hij echt helemaal hard, jongen. Achterwege natuurlijk weer de kermis. En wij zitten nu bij de Pepsi tent. Dus het ziet er leuk uit. Check dit man. Dikke shit hoor. De
Ik ben weer lekker thuis. Ja, ik ben weer lekker thuis. We hebben lekker teruggevlogen weer vanuit Engeland. Ik heb er niet heel veel van laten zien. Ik heb eigenlijk helemaal niet van de tweede dag zeg maar iets laten zien op de terugweg. Ik heb jullie alleen maar een beetje nog laten zien van het festival. En daarna heb ik eigenlijk niks meer gedaan. Dus sorry daarvoor. Maar we hebben gewoon even lekker genoten, weet je wel. Ik heb eigenlijk gewoon lekker genoten. Ik heb geen één moment mijn camera erbij gepakt dat gedacht. We zijn lekker teruggevlogen. Het is nu echt best wel redelijk erg aan het stormen. Believe or not. Het is weer zo'n avond waar het echt enorm erg gaat stormen in Nederland. Maar we hadden heel erg turbulentie op de terugweg. Dat was wel echt fucking geniaal. Want het was best wel lullig voor Linda dat ze dan meteen zulke erg turbulentie. Want we hadden echt heel erg turbulentie. De piloten hadden al gewaarschuwd dat er heel erg turbulentie kon zijn. Mijn haar ziet er echt niet uit. Zo. Nee, maar ze hadden gewaarschuwd dat er heel erg turbulentie kon zijn. En er was ook wel heel erg turbulentie voor heel even. Dus dat was wel echt zenuwachtig. Dat was wel eventjes kriebels in de buik. Want ik vind turbulentie heel erg leuk. Misschien weten jullie dat. Maar bij dit moest ik echt huilen en janken tegelijk. Dat was wel heel erg geniaal. Maar ik ben weer lekker thuis. Het is nu 10:50. Ik ga deze vlog ook gewoon eventjes lekker editen. Ik ga nog een paar video's online zetten. En gepland zetten voor jullie voor zondag. Want deze video komt op woensdag, maar dit is allemaal gedaan op de zondag. Dus dat ga ik eventjes lekker doen. Morgen weer een hele lange dag qua opnemen. Natuurlijk voor LA, want als jullie dit zien, zit ik waarschijnlijk al in het vliegtuig naar LA. Ja! Hey, dat is natuurlijk super relaxed. En super tof! Dus ik wil sowieso even een dikke shout-out doen naar Basejacker. Sowieso, Basejackers, gasten, heel erg bedankt. Dat we mee konden naar Creamfields, was echt super ziek. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat we erheen zouden gaan. Want het was voor mij in één keer heel erg plotseling, maar alsnog heel erg genoten. En ik wil jullie trouwens allemaal om een gunst vragen om eventjes op de link in de beschrijving hier beneden te klikken. Daar is namelijk een link. Dan kun je namelijk op Basejackers foten, want we willen gewoon proberen ze hoog te krijgen in de top 100. Beste DJ's. Ze staan al volgens mij redelijk hoog. Maar ik denk dat wij ze hoger kunnen krijgen. Dus als jullie alsjeblieft heel even op die link willen klikken. Hier beneden kunnen jullie eventjes foto op Basejackers. En misschien kunnen we ze wel helpen. Misschien kunnen we ze wel heel heel erg helpen. Dus dat hoop ik wel dat we dat kunnen doen. Dus alsjeblieft druk even op dat linkje. Mocht je het leuk vonden, vind een blauw duimpje achter. Ben je nu op mijn kanaal? Zet natuurlijk maar even van dit video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Want er komen hele vette vlogs aan. Ik ga natuurlijk naar Amerika. Of ik ben natuurlijk al op de vlucht naar Amerika als jullie dit zien. Dus super super awesome. Er komen hele gaaf vlogs aan. Dus druk op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Check ook natuurlijk alle kanalen uit. Van alle mensen die hier natuurlijk in deze vlog voor zijn gekomen. Zoals ik al zei, druk op het linkje om op Basejackers te stemmen. En dan zien we weer in de volgende video. Later jongens.